Dag Jan. Hey, hallo Edwin. Hoi. Zeg, laten we beginnen met waar we zitten. Ik vind het altijd fijn. We zitten in de achterzaal van Meccano. Ja. Tegenwoordig is het het wijnlokaal de Morrian en wijnwinkel ook. Daar kom ik later nog een keer op terug. Ja. Maar ik zit hier nog steeds zo comfortabel als ik hier als 15-jarig ventje zat. Ja. En toen ik net binnenkwam, toen zei je ook al van, weet je wel, jij woont al sinds de eind jaren 80 in Middelburg. Ja, ja. En jij hebt hier ook nog heel veel muziek gezien en ze ook gemaakt? Of, gezien niet zo heel veel. Je had vroeger in Middelburg had je zo'n scene van mensen die uitgingen aan de kant van 70. Ja. En je had een groep die ging uit hier zo, aan deze kant. Ja, ja. Ik ging altijd een beetje tussenin, maar ik was toch meer aan die kant weer naar. Ja, ja, ja. Dus ik ben hier in totaal geloof ik één keer geweest toen Crush hier optrad. Crush, ja, maar dat weet ik ja, nog wel. Maar dat weet ik nog van, omdat Harriet, die ook meezingt op het plaatje en... Peter zat er volgens mij ook bij. Peter Pruisers. Peter Wessel. Peter Wessel, ja. Dat die hier ook waren. Toen ja. Maar we zitten niet voor Meccano hier, het is even een pure zijspoortje. We zitten voor jouw cd, die ligt hier. Dat is jouw artiestennaam is dan GMF. Waar staat dat precies? Je bent Jan François. Ja, je M is van Maarten. Jan Maarten François. Nou, GMF. Geboorte. Ja, Nou, laten we gelijk over de titel beginnen. Broken Hearts and Cancelled Dreams. Ja. Ja, dat... What happened? Ja. Ik heb heel lang werk gedaan wat eigenlijk niet bij me paste. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat liedje, Broken Hearts and Cancelled Dreams, gaat over een periode alweer van, ik denk een jaar of 15 geleden, ten tijde van de eerste cd die ik uitbracht. Vlak daarna heb ik het gezegd. Toen was ik 25 jaar in dienst daar. En dat liedje gaat daar een beetje over. Niet alleen dat, want ik bedoel, ik probeer altijd als ik een liedje schrijf, dat het niet alleen over mezelf gaat, maar dat andere mensen er ook iets in kunnen lezen. Niet dat persoonlijke verhaal wat ik nog te vertellen heb, maar dat het een soort algemene geldigheid krijgt, waardoor mensen denken, oh, maar dat herken ik. Of ik ken iemand die zoiets ook heeft meegemaakt. Ja, dat je het een beetje op jezelf kan betrekken. Dus daar gaat het eigenlijk over, het liedje. Nou, in ieder geval, die 25 jaar heb ik nog een verlenging gekregen van nog 15 jaar bovenop. Ik heb 40 jaar bij dezelfde baas gezeten. En niks ten nadele van die baas overigens, maar... ik trok het niet meer daar. Wat oud ben jij? Ik ben 57. Oké. Okay. Ja, dus er wordt een late doorbraak, zeg maar. Ja, maar je gaat nu dus eigenlijk, net voor je pensioengerechtigde leeftijd, ga jij eens even lekker het leven bij zijn kladden pakken. Ja, Want je hebt hem dus niet helemaal zelf gemaakt, dat heb je met andere muzikanten samen gedaan, maar je... Ik heb alle liedjes zelf geschreven. Dat wel. En ik speel op één liedje, speel ik gitaar. Maar aanstaande zondag presenteer je de cd hier in het wijnlokaal aan het Damplein. Ja. Maar speel je dan met een band of speel je dan alleen? Hele band. De hele band, oké. Okay. Ja, 8 man. 8 zelfs? 8 man, geen nummer. Maar nu vind ik het natuurlijk toch wel leuk, ook al word je misschien beter vertolkt als er een hele band bij is. Maar kan je een heel klein stukje spelen van een van je nummers? Of doe je dat eigenlijk liever niet? Die gitaar staat er, hè? Hij staat er wel, ja. Dan moet even denken wat ik dan zou spelen. Ja, je mag ook een koffer van iets heel anders, hoor. Maar... Nee, graag een koffer. Alles maar zomaar even een minuutje, hè. Gewoon even voor even een indruk van jouw geluid. Oké. Ik moet erbij zeggen, ik ben geen goede gitarist. Ik speel meestal alleen maar een beetje slaggitaar mee. Ik componeer wel op de gitaar meestal. Ja. You used to ride your bike so gracefully. Right into the setting sun, away, away, you used to say, I'll find my freedom moving on. You used to drive around in no man's land, across the pitfalls and the cracks. And where horizons never lie, to a place where you can fly away from our controlling eyes. You roll, don't look back, you don't rely on any promise passing by. Before you compromise, you told me once you'd rather die. And now you sit there all so quiet, I wonder what goes on inside you. Your wasted talent, and how it went, and how you change your back on everything I do your day. I think you need to write again. Away, away.
Woehoe! Klinkt goed hoor. Okay. Ja, je hebt ook een goede stem, vind ik. Een prettige stem. Dankjewel. Nou, op het plaatje klinkt het beter. Ja, nou ja, nou, ik vond het aangenaam. En, maar hoe is dat met die voorstellen? Want dit nummer wordt ook ten gehoor gebracht. Ja, ja, die doen we zeker. Ja. Maar ben je nou uitverkocht of nog niet? Want het scheelt niet zoveel, geloof ik. Hè? Nou, het scheelt niet zoveel, inderdaad. Als er mensen zijn die nadat ze het filmpje hebben gezien willen proberen, misschien dat er nog een paar bij kunnen. Maar uitverkocht is ook een beetje gek woord, want het is een gratis toekomst. Ja, het is gratis. Ja. Maar ja, ik wilde toch van tevoren een beetje weten hoeveel mensen er kwamen. Want we zitten hier met brandweerverordening. Ja, je mag het is niet. Het is geen concertzaal. En, het is niet dat net als vroeger heel Meccano van de voordeur tot achter de vol mag en dan 500 man binnen. Dat is, nee, nou, 500 gaat er niet in. Nee, dat gaat er ook sowieso niet nee, in. Nee, we hebben één keer hier zo, want ik help hier wel eens achter de bar. Hebben we één keer een feest gehad waarbij er 120 man was. En dan, dan heb je bijna geen plek meer om te lopen, zeg maar. In heel de zaal niet? Heel de zaal niet. Okay. Het was rond de 120 mensen. Dus het, nou ja, goed. Hey, nou, zullen we heel even naar Nika aan de bar lopen van voren? Om te kijken. Ja? Dat is leuk, hoor. Ja, nee, ik weet ervan, maar we lopen gewoon heel even naar voren. Het is goed met hem, zeggen we dan. Okay. Ik neem gelijk mijn wijntje mee. Ja. Dan hebben we toch weer even... Kijk, hier stond dan altijd rechts de gokkast. En dan links hadden we de bar. Nou, dat is nu heel veel wijn. Ja, allemaal lekkere wijn. Dat is Niek. Dat is nou Niek. Hey, Niek. Ja. Wat vind jij nou van deze muzikant? Luister je wel eens naar die man? Ja, hele dagen. Ja, hele dagen. Ja, ik praat je zo ook zeggen. Maar het is wel leuk. En zeker omdat hij onze locatie gaat gebruiken voor zijn presentatie. Dus helemaal tof. En nou we het er toch heel even over. Als dan mensen hier zondag zijn, kunnen ze dan alleen maar wijn drinken? Of heb jij ook een biertje? Ik heb ook een biertje en alcoholvrij sapje. En, dat soort dingen, ja. En we doen alleen geen koffie in thee. Nee, dat is pas zijn. Want hoe laat begint het? Het begint om 3 uur. Nou, oké. En hoe lang duurt het? Een klein uurtje. Oké, ja? Ja, ik speel niet alles, dus zomaar een uurtje. Nou, dat is gezellig. En daarna blijft de bar nog even open. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En daar is ook altijd nog een stukje brood of zo toch wel? Het is echt eventjes zondag muziek en een drankje. Ja, precies. De keuken is gesloten. Fair enough, fair enough. Okay. Zijn er nog andere dingen die we moeten weten? Nee, ik geloof het niet. Ja, dat is heel goed. Je hebt gewoon alles wel behandeld. Dan dank ik je hartelijk voor de introductie. Ja, graag gedaan.